Ik heb deze foto meegenomen. Deze foto is gemaakt op 12 september in Amsterdam, toen daar het woonprotest was. Een hele grote demonstratie. Waren daar mensen bij, die hier in de zaal? Oh, dat valt me heel erg mee. Dat er nog mensen. Want als ik het aan mijn studenten vraag, dan blijft iedereen met zijn handen naar beneden. Ik was er zelf wel bij. En het was eigenlijk een heel erg. Ja, het was voor mij een nieuwe ervaring. Het was sowieso sinds de jaren 80 de grootste protest, of het grootste protest dat gaat over wonen. En de organisatie heeft een aantal dingen op de agenda. De dakloosheid, die verdubbeld is in de afgelopen 10 jaar. Maar een belangrijk punt ook is de ongelijkheid op de woningmarkt. Dan gaat het over dingen als lange wachtlijsten voor de sociale huur, koopwoningen die steeds onbetaalbaarder worden en ook de huur die steeds duurder en duurder wordt. En ik wil verder praten over die ongelijkheid. Hoe komt dit nou eigenlijk? Hoe zijn we hier terechtgekomen? Nou, daar kan ik een hele collegereeks aan u over geven. En dan bent u al lang weg natuurlijk. Maar naast de lage rente, en dat moet u maar even opzoeken, is een andere belangrijke oorzaak is beleid. In de afgelopen 30 jaar zijn er eigenlijk een hele muur van maatregelen geweest die ons in deze situatie hebben gebracht. En om het even kort samen te vatten, in eerste instantie is de koop gestimuleerd. Mensen mochten meer lenen, meer hypotheek nemen, dus de eisen zijn eigenlijk omlaag gegaan. En dat heeft heel veel geld in de markt gebracht. En ten tweede, daarna is de sociale huur onder druk gezet. De corporaties zijn afgestraft voor, u kent hem wel, de Maserati. En in de afgelopen tijd zie je ook iets interessants bij die maatregelen, is dat het huren, het wonen, steeds meer wordt interessant gemaakt als investeringsobject, om te verhuren. En daarvoor worden zelfs buitenlandse investeerders door onze minister uitgenodigd. Nou, het is een hele lange lijst, ik kan er heel erg lang over doorpraten, maar ik wil één daarvan wil ik er even uitpikken. En dat is de zogenaamde jubelton, dat is niet de echte naam, maar het is een belastingmaatregel die in 2013 is genomen om destijds, het was nog even crisis, om die woningmarkt weer een beetje strak te trekken, om een beetje wat extra aan te jagen. Het betekent eigenlijk dat ouders hun kinderen een ton mogen schenken, en dat is nog steeds zo, en dat ze daar dan geen belasting over hoeven te betalen. En dat is natuurlijk een aardige incentive om je kinderen een klein beetje te helpen en om de koopsector te stimuleren. We hebben hier naar gekeken, wij bij de geografieafdeling in Amsterdam. We vonden dat heel erg interessant, want we weten wel dat ouders hun kinderen steunen op de woningmarkt, maar dit is natuurlijk een hele directe steun, want het geld moest gaan in de verbetering van de woning of in het aflossen van de hypotheek of in hulp voor de aanschaf van een nieuwe woning. En vooral die vonden we heel interessant. Nou, we hebben een beetje naar gekeken. Dus ongelooflijk veel geld is er naar de woningmarkt op deze manier gegaan. Ongeveer 2 miljard per jaar is er ingepompt via deze schenkingen. En het zal je niet verbazen, de mensen die een schenking krijgen, de kinderen, we hebben gekeken tot mensen tot de 40, die kopen duurdere woningen dan mensen die niet zo'n schenking krijgen. En dat heeft dus ook een prijsopdrijvend effect gehad. Want ga maar na, samen met die leningen die ik eerder noemde, het feit dat je dan ook nog een lening van je ouders krijgt, of sorry, een schenking van je ouders krijgt, heb je gewoon wat meer geld, dan kan je ook beter gaan bieden. Maar ja, als iedereen dat doet, dan gaat die prijzen omhoog. Dus iedereen die Monopoly wel eens heeft gespeeld, of koehandel, die kent dit misschien wel. Hoe meer geld er in een systeem komt, hoe hoger de prijzen. Wat we ook zagen is dat de mensen die het geld kregen, die hadden eigenlijk veel rijkere ouders dan mensen die niet geld kregen. En hoe rijker je ouders, hoe meer je krijgt. Dus je ziet hier dat er een generationeel verschil is binnen generaties met mensen die wat rijkere ouders hebben, die ze kunnen helpen, of misschien wel in de huur, en mensen die dat niet hebben. Nou, ik denk niet dat u van uw stoel valt van deze bevindingen. Wij eigenlijk ook niet echt, maar het is natuurlijk leuk om te zien. Maar we zijn toch wat verder gaan kijken naar van, oké, maar wat is er nog meer aan de hand? We zijn geografen, dus we zijn erg geïnteresseerd waar. Waar gebeurt dit dan? Waar komt deze 2 miljard per jaar dan terecht? Nou, ik heb kaarten meegenomen. Ik weet, sommige mensen worden daar een beetje dizzy van. Maar ja, ik kan gewoon niet als geograaf hier staan en geen kaarten meenemen. Wat u hier ziet is van ons onderzoek. En u moet maar even nagaan hoe blauwer het is, hoe meer mensen daar terechtkomen met een schenking. En we hebben daar nog wat verder naar gekeken.
En waar komen ze dan naar terecht? En dan ook rekening houden met van alles. Maar ze komen vaak terecht in wat rijkere buurten. Ik zal trouwens even zeggen, wat ziet u hier? Dat moet ik even niet vergeten. Ik heb een laser. Dit is Rotterdam. Dit is Den Haag. En dit is Amsterdam. En dit is Haarlem. En dat is het Gooi. Helaas geen Utrecht. Excuses. Kan eigenlijk niet. Maar goed. Het zijn de twee grootste stadsregio's. En wat zien we dan? Ja, ze komen terecht in hele geëikte buurten. Wassenaar zie je oplichten, het Gooi, Aardenhout. Hele dure buurten. Maar wat we ook zagen, dat hadden we niet echt voorspeld van tevoren, zelfs als we rekening houden met allerlei achtergrondvariabelen, is dat deze mensen ook vaker kopen in opkomende stadsbuurten. Je ziet het Oude Westen in Rotterdam. Je ziet delen dicht bij het centrum van Den Haag. Maar veel belangrijker, je ziet ongeveer heel Haarlem oplichten en bijna het hele centrum van Amsterdam en ook delen van Noord en Nieuw-West, voor de mensen die bekend zijn. En dat vonden we wel een interessant gegeven, want wat we nu eigenlijk zien, aan de andere kant zagen mensen die geen schenking kregen, die kwamen heel vaak in de regio terecht of in wat armere buurten. En wat we dan hier zien is, dat noemen we dan uitsortering, oftewel segregatie. En waarom is dat dan weer belangrijk? Waarom is eigenlijk deze ruimtelijkheid belangrijk? Waarom moet je daar verder over, vinden wij, kan je daar verder over nadenken als je het hebt over ongelijkheid? Dit is een beetje een gekke kaart van Nederland. Het lijkt een beetje of Nederland een beetje veel gegeten heeft, of het een beetje dik is en een beetje dikke enkels. Maar wat je hier ziet is een kartogram en de kaart is een beetje vervormd van het aantal woningen die in een buurt staat. En u ziet duidelijk Amsterdam en Den Haag en Rotterdam. En hij is gemaakt door twee goede collega's van mij. En hij laat zien hoe groener het is, hoe meer die woningwaardeontwikkeling is geweest, hoe duurder de woningen zijn geworden in een langere periode, 2006 tot 2018. En wat valt op? Nou ja, het ging een beetje snel wellicht, maar de woningen die hier, of de groene delen die hier opgelicht zijn, die zijn dezelfde delen waar die kopers, die mensen met die, met die gift, die schenking hebben gekregen, terechtkomen. Dus die mensen die schenking krijgen, die jongeren of wat oudere jongeren zijn het ook vaak, die kopen zich dus ook in de markten waar die prijzen ook aan het stijgen zijn. Dus aan de ene kant kunnen ze duurdere woningen kopen en tegelijkertijd zie je dat hun vermogensontwikkeling, dus het slapend rijk worden, de overwaarde, je woning wordt steeds meer waard omdat die markt maar steeds beter gaat, hebben zij daar ook nog eens een keer de meeste profijt van. Begrijpt u? Dus die woningmarkt, daar wordt altijd gezegd, ja, die is aan het groeien. Dat wordt altijd gebracht als goed nieuws. Van ja, net als nooit met krentenbollen, maar de woningen zijn weer duurder geworden. Maar dat is een heel ongelijk proces. En de mensen die dus daarin kunnen kopen in die woningmarkten, profiteren daar het meest van. Dus dat is eigenlijk al weer een vorm van extra ongelijkheid die je er bovenop krijgt. Maar er is nog meer aan de hand. Deze mensen kopen zich namelijk ook in bepaalde buurten. Ik noemde het al, die opkomende stadsbuurten, gentrificationbuurten. Dat zijn natuurlijk hele leuke woonmilieus, je kan er lekker wonen. En als je in Amsterdam zit, kan je zwaaien naar bekende Nederlanders. Dat is echt een genot. Maar het heeft ook andere voordelen. Het heeft voordelen voor je leven. De voorzieningen zijn heel dichtbij. Als je kinderen hebt en je werkt allebei, dan is het heel makkelijk dat de kinderopvang in de buurt is, de school is in de buurt, het werk is in de buurt, de treinstation is in de buurt. Dat heeft allerlei voordelen. Het werk sowieso is in de buurt. Opleidingen zijn in de buurt. Dus dat is prettig, zeker in een bepaalde fase van je leven. En dan moet ik natuurlijk zeggen, maar oké, waarom is dat belangrijk? Nou, dan heb je ook de andere kant. En dan heb ik het niet alleen over kopers, dan heb ik het ook over huurders, andere mensen, eigenlijk de mensen die zich niet kunnen veroorloven om daar terecht te kunnen komen, of die niet de tijd hebben om op een wachtlijst te staan. Die hebben het probleem dat zij steeds verder weg wonen. Wij doen meerdere onderzoeken en we zien steeds meer over de tijd dat mensen met een laag inkomen of precair werk steeds verder weg, en dan kijken we met name naar Amsterdam, want dat is echt wel het brandpunt van deze wooncrisis, steeds verder weg wonen. Niet alleen mensen die een laag inkomen hebben, maar ook als je bijvoorbeeld je werk verliest of als je gaat scheiden. Waar voorheen er nog wel plekken waren in de stad waar je dan terecht kwam, zie je steeds meer dat deze mensen verder en verder weggaan. Bijvoorbeeld in Lelystad. Of, ik weet bijvoorbeeld, als je een sociale huur zoekt in de buurt van Purmerend, en dat is echt niet hartje Amsterdam, dat je dan verwezen wordt naar Den Helder. Nou is er niks mis met Den Helder of Lelystad, dus valt u mij niet aan als u daar vandaan komt. Maar het is wel heel lastig als je sociale netwerk, je vrienden en je familie, waar je vandaan komt, Amsterdam is. Of als je een opleiding wil volgen in Haarlem. Of als je wil werken in Schiphol. Heel veel mensen werken op Schiphol.
dan heb je te maken met extra kosten, extra reiskosten, die vrij aanzienlijk kunnen zijn. En ook, en dat is iets nieuws voor Nederland, ook extra tijd. Je bent eigenlijk veel langer zit je in dat OV, dat kan natuurlijk grote voordelen hebben, maar de meeste mensen zitten toch misschien liever thuis met hun familie, of misschien hun kinderen helpen met huiswerk, of is het ook prettig als je wat dichterbij zit waar het werk is. Dus die afstand die je dan ziet, kan hele grote nadelen hebben voor verdere kansen. Dus wat ik heb geprobeerd te zeggen is, naast dat zeg maar, er een ongelijkheid is op die woningmarkt, er ook zeg maar, die woningmarkt zelf allerlei nieuwe ongelijkheden produceert. Allerlei obstakels. Dus het is niet alleen zo dat er ongelijkheid op de woningmarkt is, maar dat die woningmarkt in Nederland steeds meer een steeds harder ronkende motor van ongelijkheid begint te worden. Of eigenlijk al is. Dank u wel.